De regeringsraad heeft gisteren goedgekeurd dat het algemeen minimumuurloon wordt vastgesteld op 20 SRD. De afgelopen 3 weken zijn er meerdere gesprekken gevoerd met betrekking tot het minimumuurloon. 2 maanden geleden kwam de loonraad tot een besluit dat het minimumuurloon gebracht moest worden van 8 SRD 40 cent naar 15 SRD 49 cent. De Raad van Vakcentrales in Suriname nam geen genoegen hiermee. Armand Sunder, woordvoerder van Ravaxuur, juicht de goedkeuring toe. Hij stelt dat er echter meer werk aan de winkel is. Nou kijk, wij hebben de regering geschreven dat wij niet akkoord gaan of kunnen gaan met een verhoging van de energietarieven. Gepasseerd per 1 juni. We willen eerst dus dat herstructurering van EBS plaatsvindt of in gang wordt gezet. En dat er daarna gekeken gaat worden wat de tarief moet zijn. Omdat wij inmiddels steeds meer begrijpen dat er geen tariefsverhoging moet komen. Maar bij een goede herstructurering dat de tarieven moeten worden verlaagd. En wij hebben het minimumuurloon daaraan verbonden. Maar we hebben ook de introductie van de BTW per 1 juli daaraan verbonden. En ook het feit dus dat in juli weer een loonronde moet komen voor de ambtenaren. Voor de periode 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022 zal het minimumuurloon voor de sectoren thuiszorg en beveiliging gesteld worden op 15 SRD 49 cent. Dit conform het advies van de Nationale Loonraad. Volgens Sunder is dit bedoeld om de sectoren in stand te houden. Ja, nou kijk, het punt is... het minimumloon gaat voor wat betreft die sectoren van 8,60 naar 15 zoveel. En dat voor een aantal maanden. Gezien het feit dus dat de werkgevers stellen dus dat wanneer die lonen in die specifieke sectoren naar 20 gaan, dat er heel wat bedrijven kapot gaan. En als bedrijven kapot gaan, dat is ook mijn lus, dat is ook al. Dus, en dat willen we niet. Vandaar dus dat wij dus ook tegelijkertijd met het bedrijfsleven onze mensen in die loonraad hebben vervangen en op andere plaatsen zullen positioneren. En mensen die direct te maken hebben met die vakbeweging in die loonraad zitting te laten nemen. En zodat na december ook voor deze groepen er een aanpassing kan komen.